Shootout is een 1-tegen-1 situatie, wordt vaak gebruikt in bekercompetities of in de hogere klasses vooral. Wat er dan een situatie is, er wordt een 1-tegen-1, een speler tegen de keeper. Dus we vertrekken dan vanaf de 23 meterlijn en dan heb je 8 seconden om te scoren. Als de 8 seconden voorbij zijn en de bal is niet over de doellijn, is het geen goal. Uiteraard binnen de 8 seconden is het wel een doelpunt. En zo wordt dat vaak in een knock-out situatie wordt dat gebruikt. Hoe gaan we dat vandaag doen? Ja, hoe we dat vandaag gaan doen is, we hebben twee teampjes van de jongens die ik train. Die spelen shootouts tegen elkaar. Ze gaan om de beurt. En de verliezer, dus degene die dus een shootout niet weet te scoren, die mag 10 keer opdrukken. Dus. Mijn naam is Joost, ik ben 16 jaar. Ik zit al 11 jaar op hockey en mijn positie is centraal aanvallende middenvelder. Nou, ik ben Cedric. Ik zit 10 jaar op hockey en ik ben ook 16 en ik speel centraal verdedigende middenvelder. Hallo, ik ben Joep. Ik ben 16 en ik zit al 6 jaar op hockey. Hoi, ik ben Mees. Ik zit al 11 jaar op hockey en ik ben ook 16. Ik ben Tijn Lofveld. Ik zit nu al 7 jaar op hockey. Ik ben keeper en dat vind ik heel leuk. Kom maar. Ik weet niet hoeveel dat moet. Ik weet niet of ik klaar ben. Ik ben helemaal klaar. Totdat jullie niet meer kennen. Eén en klaar. Yes. Ja, die voelen we echt niet. Ik ben, kom maar even. Yeah.